Yo mensen, we kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is een tijd geleden dat ik hier een video heb gemaakt. En het is wel een speciale video van tot vandaag. Zoals jullie zien, kan je aan mijn haar zien dat ik heb highlights in heb. Het is ook voor het eerst dat ik het doe. Ik bedoel, dat ik heb gedaan, dit bij mezelf. Ja, ik zat te denken, wat zou ik vandaag te doen? Niet zoveel dus. Alleen, mijn moeder was vanavond was weer terug op vakantie, is ook weer fijn. Ik ga heel even kijken. Wanneer geleden is dat ik zeg maar een YouTube heb gepost laatst. Dat is dus een tijd geleden dat ik heb gedaan, zeg maar voor jullie. Er was een van mijn eigen video, was een jaar geleden toen Sarah erin zat, mijn hond. En natuurlijk is de reden waarom ik niet zoveel heb gepost voor jullie, omdat dat had iets was 2 jaar geleden wat is gebeurd. Ja, het is een beetje lastig te vertellen. Mijn moeder heeft laatst een interview gedaan voor de Telegraaf. Dat is heel veel me heel veel keer bekeken. Ik doe zo van nu tot vandaag gewoon een ander soort video dan normaal. Alleen ik geef zeg gewoon een reactievideo of een. Voor mijn moeder, zeg maar, die heeft meegedaan met Telegraaf in het interview over mijn broer Dim. Ik kan niet zeggen, maar ik moet echt serieus met iedereen te delen. Zo van de reactievideo dat ik het nu heb gaan maken naar vandaag. Dit is een soort van ander soort video. Wacht, even. Nou, sorry, ik krijg even een melding van niets, want dat maakt niet zo uit. Nou, ik ben weer terug, maar ik moet even pakken om het weer laten zien. Maar de reden dat ik niet zoveel heb gemaakt voor YouTube, voor mijn broer Dim, was 2 jaar geleden, was het even zeg maar, een beetje een heftig verhaal te vertellen. Nou, ik wil niet zeggen. Het moeilijke punt is om mezelf te vertellen, mijn broer is overleden 2 jaar geleden aan een overdosis. Sommige mensen niet weten wat de overdosis betekent, sommigen weten het wel, sommigen weten het niet. Maar zeg maar, als je drugs gebruikt zonder verschillende pillen, dan noem je een overdosis. Ik weet niet hoe allemaal drugs zijn, ik weet niet allemaal hoe ze heten. Ja, zo gebeurt dat zeg maar. Maar broer Dim kon wel gelijk een beetje agressief reageren. Als hij iets wil krijgen, als hij het niet kreeg. Bijvoorbeeld als ik moest met hem pakken, als ik het niet deed, ging hij gelijk mij slaan. Zo maakt het niets. Misschien heeft iedereen wel eens meegemaakt met ouders. Als die alcohol drinken bijvoorbeeld, of drugs gebruiken, maakt niets van over wat. Ja, ik deed even mijn deur dicht, sorry daarvoor. Maar het is wel een beetje een serieus verhaal over mijn broer Dim. Alleen, ik zou eerlijk gezegd wel fijn zijn als er wel bij was, maar het gaat nu ook niet zomaar niet gebeuren. Het ergste is, ik ben nu mijn opa kwijt toen ik nog een baby was. Mijn oom, die had ook een ziekte. Mijn opa is allebei een ziekte met een K. Jullie weten wel wat het woord is, maar ik zeg het liever niet. Iets met de ziekte. Mijn oom had het zelfs in zijn afleesklier en mijn opa was heel erg ziek toen hij oud was. Hij was wel ziek, maar niet aan de ouderdom, maar gewoon ziek. En nu is mijn broer Dim. Mijn broer had verslaving, was ook heel ziek aan drugs te gebruiken. Dus het is een beetje het verhaal, dus ja.
Het is overal een reactievideo, zeg maar, voor mijn moeder, voor de Telegraaf zelf. Ik zet hier ook de link van de Telegraaf van het filmpje ook onder deze video van mij. Er staat een beschrijving, kun je erop klikken en kun je naar kijken. Kun je zo met het hele verhaal te vertellen. Ja, het is een beetje lastig voor Dim zelf en ook voor ons als familie. En voor de vrienden van Dim. Eén vriend van Dim was het heel een beetje irritant om te vertellen. Eén vriend van Dim. Ik zeg de naam liever niet, maar even niks meer laten weten van ons, zeg maar. Totdat het nu weg is. Hij heeft ook niks meer laten weten van zijn vriend. Dim had ook een vriendin, Sakria. Ja, zij is ook de enige altijd met Dim wat hij meeleefde, zeg maar. Wat Dim allemaal heeft gedaan. Dim ging vreemd, maar dat moest ik ook niet vertellen, maar sorry daarvoor, maar omdat wij nog in Amerika waren, had hij iets met een ander meisje gepraat, ik weet niet of wat of wat gebeurd was. Best wel raar. Ja. Maar het fijnste is dat ik ook eigenlijk een huis hier heb. We hebben een hond, Saar, dat is ook het tenminste fijn. En ik heb zelfs tv in mijn kamer. Kijk maar even. Hier. Dit is de tv voor mij. Ja, ik keek nou een film of zo, maar ik vind het gewoon leuk naar te kijken. En nu zie je mij weer. Hi. Ja, dat is een beetje het verhaal van Dim, zeg maar. Het beetje lastig te vertellen, zoals ik net zei. Mijn fijnste is wel dat we een beetje afleiding hebben als we een hond hebben. Het is wel fijn. Dus ja, zo is het, zeg maar, gebeurd met Dim. Dim was ook vaak 's nachts wakker in plaats van overdag. Het gebeurde op, zeg maar, in mijn maand, toen ik al 18 werd, maar nu ben ik al 20, dus ja. Het gebeurde op een zondag 19 april, was het 2020 was het gebeurd. Mijn moeder was aan het bellen, mijn zusje was in de tuin een TikTok filmpje aan het maken, ik was gewoon in mijn kamer. Toen liep ik gewoon even naar beneden om te kijken, gewoon. En toen kwam mijn vader naar beneden van zolder. Toen zei hij, mijn vader tegen mijn moeder, ja, Dim is dood. Van drugs te gebruiken. Hij lag heel scheef op zijn bed. Zeg maar, dit is in ieder geval mijn bed. Hij lag best wel schuin. Zeg maar. Dim lag zo een beetje op zijn bed. Allemaal drugs weer gewoon mee. Want alles wat ingenomen. Hij lag allemaal om zich heen. En Dim lag een beetje scheef bij. Dat is het beetje het lastige deel. Maar het fijnste is dat ik gewoon een hond heb, zoals ik al zei, maar ik bleef maar vaker, zeg maar, vind ik het niet erg, maar ik vind het gewoon eerlijk gezegd wel een beetje lastig om te vertellen, dus ja. Het is een beetje een lang verhaal om te vertellen. Maar voordat je het weet, vandaag was de eerste video van mijn kanaal weer, dat vind ik heel erg fijn. Ik heb mijn camera weer terug. Mijn vader had mijn camera even gebruikt voor Dim's film, ergens in november af te maken. Hij moest wat meer wintersportfilmpjes maken van Gijs en Theo. Voor de film kan gebruiken voor Dim. En nog belangrijker, toen ik 20 werd, kreeg ik een MacBook voor mijn verjaardag. Dit is hem. Gewoon een MacBook 13 inch. En hiermee kan ik gebruiken weer om mijn YouTube verder te gaan. Maar ik heb sommige programma's voor sommige gedownload. iMovie heb ik. Ik heb Hilton Express. En ik heb... even kijken hoor. En ik heb Final Cut Pro, zo'n soort programma. Dus ja, zoals jullie het weten, ben ik weer terug op YouTube. Yes, dat is ook weer fijn.
Nou, ik ga ook weer met YouTube verder. Dus ook weer fijn om verder te gaan. Ik ga een beetje meer aan werken met YouTube verder. Ik heb ook nog zelf twee banen zelfs. Ik werk met Nora Werkte, dus ook een deel van Britta, ik ben blij. Je ziet mij vaak in foto's. Ik ben een soort van model voor hun. Dat is ook wel leuk om te zijn voor hun. Ze maken foto's voor de kerstpakketten van ons van Nora Werkte in december maand. Iedere jaar maak ik. Of ieder jaar in december. Of ik weet niet dat we het nog een keer gaan doen. Ik kan wel vertellen dat we het wel nog een keer weer gaan doen. Alleen zonder pompoenen dit keer. Wel met het bier, wijn, borrelhapjes zitten weer in. En iets voor in de tuin dat je niet kan doen. Maar voor andere volwassenen die je willen bestellen, kunnen we vast in december verwachten. Maar ik weet niet eerder dat gaat. We hebben nog wel een actie met Breda Ik Ben Blij. Dus we moeten doen wat altijd volgende week, maandag en dinsdag. Maar maandag gaat er niet door. Maar dinsdag wel. Gaan we iets laten weten. Maar ik weet nu ook niet wat. Maar dat is ook weer leuk. Maar voordat je het weet, dan komt het weer in december. Yes. Dan gaan we weer foto's maken. Ben ik weer een soort van weer model voor hun. Waarschijnlijk weet ik niet. Dat is ook weer fijn om te doen. Nou. Dat is ook leuk, maar over Dim is een beetje, ja, wat ik net zei, is een beetje lastig. Het is wel een reactievideo voor mijn moeder van de Telegraaf. Dus ja. Ik wil alvast wel zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video van mijn kanaal. En vergeet niet om mijn kanaal te abonneren en deze video een blauw duimpje te klikken. Omdat je nog meer kan verwachten van nieuwe video's op mijn kanaal. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Later.